Nou, ze vroegen mij als allereerst om... er was een touw aan de tak om hem eraf te trekken en naar de overkant te slepen. Want hij lag nog half in het water. En toen moest ik met mijn bootje door het water met dat touw. En dan moest ik hem naar de overkant brengen. Als vader zijn, daar krijg je daar toch wel een warm gevoel bij. Om te zien dat je zoon zo behulpzaam kan zijn. En de brandweer, wat zei die na afloop? Hebben ze je nog op een speciale manier bedankt? Nee, ze zeiden gewoon dankjewel.